Radio 4. Avro. Virus met Giel Beelen. Ja, virusvrienden, goedenavond. Hoor die wind waaien door de bomen. Het heerlijk avondje is gekomen. Dit is namelijk de virusavond vanuit de Rotterdamse Schouwburg. Ja, je hoort hoe het klinkt. Het is een dolle zotte bende. En dat mag ook wel, want het is een bijzondere avond. We vieren het feestje, de ene laatste uitzending met de Afrobeats van Koffie. Ik heb net het gebruikelijke talent van Codarts al eventjes mogen horen in de preview. Nou, blijf daarvoor zeker luisteren. En we hebben, en daar beginnen we gelijk mee, een compleet strijkorkest. Ardesco. Wat kosten vanavond? Ik zei al, een compleet strijkorkest. We hebben Julian, we hebben Sinan, Aouise, Isabel, Katja, Sofia, Paul, Cecile, Anna, Laura, Jenny en Melanie. Melanie, laten we even beginnen met wat jullie net gedaan hebben. Ja, we hebben net een dans gespeeld en dat heet Requiem. Het was het laatste deel uit het suite van vier dansen. Geschreven door Jan van der Roost. Hij is een Belg. Hij leeft nog in België. En zij zijn allemaal geïnspireerd door de volksmuziek. Ja, ja. Maar hij leeft nog. Het is een wat onbekende componist, toch? Wat relatief onbekende. Ja. Ja. Nou, dat hij leeft, dat weet. Wat moet je horen? Virtueel Requiem, het is en blijft een spectaculaire finale van een werk waarvan heel veel uitvoeringen en heel veel versies bestaan. En ik ben uiteraard heel blij dat een fantastisch ensemble als Ardesco dat op die manier vertolkt. Ik weet ook dat ze het op cd gaan zetten en dat is natuurlijk nog een extra. Maar sowieso is een live uitvoering natuurlijk ook altijd heel mooi. Dus ik ben heel blij met deze spectaculaire uitvoering. Dat dacht ik. Dat was de componist. Dat is mooi, hè? Straks meer over die cd. En ook straks meer van dit. Jongens, 1, 2, 3, spelen we al. Het Amsterdams Afrobeat gezelschap Koffie. Straks nog meer koffie dus. De virus vuurdoop. Het concept mag inmiddels duidelijk zijn. Elke week in virus krijg je de kans om een instrument te bespelen. En wij geven wij zorgen ervoor dat er iemand is, een topdocent die een masterclass kan geven. Laat ik beginnen met het slachtoffer. Nou ja, de vrijwilliger. Madeleine Drent, kom maar naar voren en sla je slag. Ja, heel goed. Madeleine, heb je ooit een instrument bespeeld? Nou, toen ik klein was, heb ik piano gespeeld. Piano, oké. Okay. Nou, dat kan een beetje van pas komen bij het nu volgende instrument. Want wat wil jij heel graag bespelen? Ik wil heel graag de harp leren spelen. De harp, nou ja, we horen hem op de achtergrond met een stukje Debussy. Dat is uitgekozen door degene die de masterclass gaat geven. Zij is harpdocent op het SKVR hier in Rotterdam. Sabine Meijers. Sabine, het is nog niet zo makkelijk, hè, het bespelen van een harp. Nou ja, het begin is wel makkelijk. Ja, gewoon wat. Oké, nou dan gaan we naar het begin. Dan lopen we er gelijk eventjes op af. Dan zou ik zeggen, laat maar wat horen. Ik hoor net, Madeleine, dat het heel makkelijk is. Oh, nou, ik ga mijn best doen. Doe je ding. Ik wil gelijk eventjes de eerste klanken eruit. Even kijken of je al goed ervoor gaat zitten. Ja, dat kan bijna niet anders. Ja, ze heeft net al een beetje leren zitten achter de harp. En ze trekt er nu al naar de schouder toe. Ja, heel goed. Want anders valt dat ding op je natuurlijk. Oké. En dan even wat we allemaal kennen van de harp. Hoe heet het ook alweer?
Ja, een glissando. Maar je mag het ook gewoon een waterval noemen. Ja, precies. Nou ja, zo kennen we het. Oké, even de glissando. Het klinkt gelijk goed, hè? Maar toch, het is wel meer dan alleen een beetje glissando natuurlijk. Dus wat is het moeilijke van het bespelen van de harp? Ja, nou, harp is eigenlijk een soort solo-instrument, meestal net als de piano. En dat houdt dus in dat wij maken melodieën, we maken de harmonie en we doen ook nog eens de basbegeleiding. Kijk, en dan wordt het wel weer wat complexer. Ja, en dan met twee handen en zo? Met twee handen, links en rechts, moet je allemaal coördineren. En als je dat dan allemaal kan, en je kan waanzinnig goed harp spelen, dan kan je ook nog op zo'n pedaalharp gaan spelen. En dan heb je ook nog eens, ik weet niet of de cameraman dat kan zien. We zien pedalen inderdaad. Ja, het zijn er 7. Ja. En ieder pedaal heeft ook nog eens 3 standen. Dus reken maar uit hoeveel mogelijkheden. Oké, nou je hebt 2 armen, je hebt 2 voeten, Madeleine. Dus dat moet goed komen. Ja, het klinkt ingewikkelder dan het eruit ziet. Ja, nee, precies. Aan het eind van de uitzending ga je natuurlijk soleren. Ja. In de Clash. Ik verheug me er in ieder geval op, jij ook? Ik helemaal, ja. Okay. Ik heb er echt heel veel zin in. Heel veel succes. Straks gaan we luisteren hoe het met jullie gaat. Nu door met Strijkorkest Ardesco. Het Allegro, het concert alla Rustica van Vivaldi. Ik moet je zeggen, Melanie, we hebben Vivaldi nog geprobeerd te bellen. Maar dat is niks geworden. Eventjes, dit was voor jullie relatief een grote hit, zal ik maar zeggen. Een bekend stuk. Ja, het is natuurlijk door een van de meest bekende componisten. Antonio Vivaldi, uit Venetië. Het is een heel vrolijk stuk. Ja. En dat maakt het leuk voor het publiek en voor ons. Ja, precies. Het staat er ook heel swingend bij. Jullie komen ook echt uit alle hoeken en gaten. Dat is wat Ardesco is. Maar jullie hebben geen dirigent. Nee, dat klopt. Zoals je ziet. Nee. Maar tegelijkertijd, jij doet het wel. Leg dat aan. Want jij bent toch een soort van dirigent. Of dat mag je dan niet zo noemen? Niet echt. Nee. ik ben wel de leider. Dus ik geef aan wanneer we gaan beginnen of stoppen. Niet altijd, dat hangt een beetje vanaf het stuk. Ja, maar we kennen, tenminste, ik ken, dat kennen we allemaal wel, hè, het spreekwoord eerste viool en de tweede viool spelen. Nou, ja. dat wordt hier letterlijk uitgevoerd. Maar binnen de eerste viool ben jij dan weer de oppertopper. Ja. Ja, maar hoe geef jij dat dan aan? Kan je dat uitleggen? Want jij moet, er moet toch iemand zijn die tempo en toestanden? Ja, dat is heel fysiek. Dus voor de radio is het iets moeilijker om aan te leggen. Maar doe jij het maar, dan omschrijf ik het wel. Ja, dus voor de tempo geef je meestal met Rex. Ja, dus terwijl ze met de strijkstok eroverheen gaat, doe je het eigenlijk meer een beetje met je ellebogen of zo. Ja, een beetje, flapperig met de arm. Maar is dat een bewuste keuze? Ja, dat is een bewuste keuze. Of is het gewoon bezuiniging? Nee, het is wel een bewuste keuze. Iedereen heeft veel meer input over hoe de muziek klinkt. Het repeteren en ook tijdens het uitvoeren. Ja, je moet elkaar veel beter in de gaten houden, begrijp ik. Ja, inderdaad. Maar is het ook zo dat jij, misschien in andere gezelschappen of in het verleden, dus ook eigenlijk het helemaal niet zo fijn vindt met een dirigent?
Het hangt een beetje vanaf het repertoire. Wij zijn redelijk klein en dat is wel te doen. Maar als je een symfonisch orkest hebt met 90 of 100 mensen op het podium, dan wordt het echt heel ingewikkeld om de dirigent. Dan kan je heel gek met je schouder gaan of met je... dat zie niemand. Dat zie niemand. Oké. We gaan nu weer naar waar jullie bekend om staan, waar jullie ook een hele cd mee gaan opnemen met de wat onbekendere componisten. Zo gaan we naar Lex van Delden. Nou ja, leg er iets over uit als je wil. Lex van Delden is een Nederlandse componist. Hij leeft helaas niet meer. Dit stuk is geschreven in opdracht van de overheid. Eigenlijk een heel saai verhaal. Gewoon een commerciële klus. Ja, commerciële klus. Voor de jubileum voor kadaster in Nederland. Ja, ik vind wel knap dat iemand zich dan daar toch nog inspiratie bij krijgt, blijkbaar. Maar kadaster is eigenlijk ontstaan in Frankrijk in 1812. En er is ook een heel bekende stuk geschreven over het jaar 1812 door Tchaikovsky. Ah. Dat is de 1812 Overture. En als je luistert heel goed, dan hoor je... Ja, precies. Je hoort het kanonnen niet, maar een van de belangrijkste thema's uit de 1812 Overture komt terug in dit stuk. En dan is het gewoon gemaakt. En ja, ze legt het uit voor een kadaske. En dan heeft hij toch nog eventjes mooi genoemd. Dat je ineens denkt, zo klinkt toch echt een heel muzikaal. Want het heet... Musica di Catasto. Precies. Dat is mooi bedacht, hè? Ardesco. Thank you.
Ongelooflijk, hè? Dat is nou echt virus. Dat kan alleen in virus gebeuren. Eerst een stukje over, over het kadaster. Musica, die kadaster van Ardesco. En erachteraan gelijk, ja, het lijkt een cultuurclash, maar dat valt dan best wel mee. Staan er ineens gewoon jonge gasten uit Amsterdam. Itai, Daniel, Valentijn, Maarten, Steven en Abe. Oftewel Koffie, die het gelijknamige Koffie speelde. En het mooie is dan om te zien dat het Ardesco-gezelschap daar heerlijk op staat te swingen. En tegelijkertijd, ik weet toevallig, Abe, dat jij ook nog wel eens met je oud-tante weer naar strijkorkesten gaat. Dus dat is wel een wederzijdse liefde. Ja, zeker. Ja. Ik vind het prachtig. Mooi. Koffie. Ik kondig het dan aan als Afrobeat-gezelschap. Mm-hmm. Is dat goed? Ja, Afrobeat. Maar we hebben de Afrobeat ook wel weer een beetje losgelaten. Het is wel, we hebben het wel gemaakt tot ons eigen ding. En daar zitten wel meer invloeden bij in, ook meer. Maar eventjes, want jij zit nu steeds achter je drumstel nog. Hoe heet het? Steven zit naast je met wat extra percussie. Kijk, wij kennen Fela Kuti, dan denken we, oh ja, dat is een Afrobeat-held. Ja, de originele. De original. Maar wat, doe eerst eens even een originele Afrobeat, als, kan ik dat zo vragen? Ja, een originele, Roffel Fight. Ja? Oké, gewoon even een stukje. Oké, duidelijk. Ja? En dan jullie Afrobeat, want jullie doen dat dus met een extra sausje, begrijp ik. Ja, je bedoelt een beat spelen nu? Ja precies, maar dan eigenlijk een beetje wat er net... Wat we net deden, we kunnen die van net wel doen. Maar dan met een accentje, dat je wel hoort van, oh ja, dan is het een koffiebeat. Ja, nee, is goed, komt eruit. Oké, laat me even horen, even een stukje. Net even een ander groove, hè? Ja, iets meer James Brown invloed. Oké. Straks veel meer koffie, dus het wordt nog een hele lange avond hier. Dank jullie wel, tot zo. En dan nu. Virus ontdekt. Dat doen we zoals altijd met onze vrienden van Codarts. Wij zitten hier in de Schouwburg. Codarts zit hier letterlijk echt om de hoek. En ik sta hier naast Joya, die bezig is met het derde jaar. Joya, welkom. Dankjewel. Jij bent, mag ik je gewoon singer-songwriter noemen, is dat het beste? Ja, zeker wel. Of zangeres? Zangeres, singer-songwriter, ja. Maar want je staat hier, nee, ik vraag het bewust omdat speel je zelf ook gitaar of niet? Ja, ik speel zelf ook gitaar, maar ik dacht voor dit radioprogramma is het... Dat ziet toch niemand. Laat ik eens flink uitpakken en een begeleider meenemen. Je hebt gelijk, maar dan weet ik, ik doe wel eens iets met singer-songwriters, dat ik gewoon schaamteloos aan jou kan vragen, oké, waar gaat het nummer over? Wat gaf jou de inspiratie? Dit nummer gaat over... Het beëindigen van een relatie en een leeg gevoel wat daarbij kan komen kijken. Oh, maar het heeft een positieve uitkomst, want op het einde kom ik erachter dat lege gevoel niet bij de ander ligt, maar bij jezelf. En dat je dat zelf kan opvullen. Dat je je eigen leegte kan vullen, oké. Ja. Uit het leven gegrepen, begrijp ik. Ja. Oké. En heb je dan ook een hele break-up plaat in gedachten, zeg maar? Heb je heel veel nummers daarover geschreven? Ja, dat is wel zeker iemand die veel op zijn bordje krijgt. Ja. En die weet het ook, of niet? Ja. Oké. Ja. En wat vond hij ervan? Hij vond het heel mooi. Ja, heel goed. Hoe heb je het genoemd? Dit heet, dit nummer dat ik ga spelen heet Silver Plates. Silver Plates. Ja. Joya. I don't want to talk about it. But the words come up against my will. And I cannot forget the feeling that caught me. I wish I could bring it back if only I hadn't lost it. And all my tears, they fell into your silent hands, just with nobody else around. And all fingerprints still on my body.
while the truth seeps out the night. And I don't exactly remember how you caught me, but it was a grip real tight. And I cannot forget the image you've drawn me. I wish I could bring it back if only I hadn't lost it. Silent hands, just with nobody else around. And all my tears, they fell like rain on his silver plate. Babe, won't you hurry and come back to me? Ja, dat maakt indruk hier, hè. Joya dus was dat. En ik moet er wel even bij zeggen, Tjebbe Zeeman op gitaar en Lisa Lukacek, die meezong in The Backings. Dankjewel. Het nummer heette overigens dus Silver Plate. De vier is vuurdoop. Ja, even kijken hoe het dan gaat. We zijn al halverwege de show, dus we willen altijd eventjes een tussenstandje krijgen. Inmiddels is Sabine hier, het docent harp voor de duidelijkheid. Even eerlijk zijn, ze hoort ons toch niet, Madeleine. Hoe gaat het? Het gaat hartstikke goed. Echt waar? Ja, ik kan gewoon heel eerlijk zijn. Maar daarmee devalueer je ook je eigen werk dus een beetje? Of je eigen, het is gewoon heel makkelijk om harp te spelen? Nou ja, zometeen komt wel Strauss, geloof ik. Ja, ik wil net zeggen, ze moeten op het einde een stukje Strauss doen, ja. Ja, dat is voor de tweede helft van de les. Oké, even kijken. Als het goed is, hoort Madeleine mij. Madeleine, hoe gaat het? Ja, het gaat heel goed eigenlijk. Ik word helemaal blij van de harp. En ik hoop dat jullie er straks ook blij van worden dat het goed gaat. Ja, nou, we worden er sowieso wel blij van. Maar spannend nog wel het een en ander te doen. Je hebt nog een half uurtje. Ja, we hebben nog wel wat te doen. Oké, Sabine, tot zo. Ja. Dit is Virus in samenwerking met De Doelen. Check ook onze site, dat is radio4.nl/virus. En check daar ook de Spotify-lijsten van onze muzici, onder andere die van Ardesco. Even kijken of je het zelf weet, Melanie. Wie is dit? Out of the Blue. Ja. Door Nigel Westlake. Ja. Alweer een onbekende componist, toch? Redelijk. In Nederland zeker wel. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Wat is dat? Waar komt die drang vandaan om onbekende componisten op de kaart te zetten? Ja, het is leuk voor het publiek om iets nieuws te horen. Niet altijd elke concert hetzelfde repertoire van Mendelssohn en Brahms. Ik zie iemand in het publiek. En er is zoveel mooie muziek geschreven die nooit wordt gespeeld live. En dat is echt vreselijk jammer. En hoe komen jullie dan zelf aan die nieuwe namen? Ga je er echt urenlang op internet zoeken? Krijg je tips? Ja, eigenlijk wel. Ja. Gewoon uren muziek luisteren. En ook naar concerten, maar gewoon luisteren naar heel veel muziek. Ja, gaaf. Uiteindelijk komt die cd. Wanneer komt die? Volgend jaar, ja? Ik hoop in februari. Oké. En daar zit dan ook wel iets bijzonders bij, want dan is het ook de bedoeling dat andere mensen daar beelden bij maken. Kun je dat uitleggen? Ja, wij gaan een filmwedstrijd organiseren voor jongeren onder de 25 jaar. En zij moeten films maken op een van de stukken van het cd. En het idee is dat zij moeten het muziek gebruiken om hun verhaal te vertellen. Dus een videoclip eigenlijk. Eigenlijk wel, maar niet een muziekvideoclip. Er moet wel een sterk verhaal achter zitten. Maar er mag dan, neem ik aan, geen tekst in zitten, of wel? Nee, dat niet. Een soort doofstomme filmachtig iets. En dat... Ja, nee, maar dat mag. Ja. Ja, maar wel met de muziek in plaats van de woorden eigenlijk. Snap ik. Nou, als je geïnteresseerd bent, ook daarvoor verwijs ik je naar de site radio4.nl/virus. Laat je inspireren, ook voor het volgende stuk. Wat gaan we horen? We gaan een prachtig langzame stuk horen van David Lyon.
Het komt uit het short suite en het heet Aria. Ja, maar toch even, want ja, we moeten hem dan wel weer even plaatsen. David Lyon. Ja, hij is nu bijna 80 volgens mij. Een Engelse componist. Hij was begonnen als jazzpianist, maar hij wilde echt eigenlijk klassiek muziek gaan schrijven. En dat heeft hij pas heel laat in zijn leven gedaan. Ja. Maar weet zo iemand daar dan van dat jullie dit doen? Ik hoop niet dat je nog een David Lyon op de lijn heeft. Je gelooft het niet, hier is hij. Hi Melanie and the Ardesco Chamber Orchestra. It's great to have this opportunity of saying hello. And I'm absolutely delighted that you have chosen the aria from my short suite. I know you enjoy playing that piece, and I'm very pleased about that. And it's very exciting that you've included it in your Our World CD. It sounds a very exciting music and film project. And I'd like to send you the best wishes for its success. And I hope one day to be able to actually hear the orchestra. Okay, thanks very much. Bye. Ik zie hier ineens heel veel mensen met twinkeling in hun ogen, want dat is wel gaaf om te horen. Ja, laten we hopen dat dan volgend jaar, als jullie CD is, dat er ook een ontmoeting is. Ja, ik hoop het. David Lyon dus. En ik zou zeggen, bedenk je eigen film, maar ook gewoon nu. Doe eventjes je ogen dicht en geniet van de short suite. Mooi, hè? Een aria dus uit de short suite van David Lyon. Dit is Virus. We'll be right back.
koffie dus. En ondertussen is hier in de foyer van de Schouwburg ook echt de koffie uitgedeeld. Met een beetje likeur erin, omdat we de mensen ook een beetje warm moeten maken voor het fluithappen wat er straks aankomt. En dan krijgen ze vanzelf de spirit. Eventjes nog over koffie. Ik voel toch een link met Ardesco, met het strijkorkest. Namelijk, het strijkorkest heeft geen dirigent. En jullie hebben, ja, al ga ik wel weer met jou praten, Abe, maar dat hoeft helemaal niet. Maar jullie hebben ook niet echt een bandleider, of wel? Nou, muzikaal, zeg maar, net Fountain cued heel veel. Ja. Dat is zeer belangrijk. Als Fountain dat niet zou doen, zou het wel echt grote soep zijn. Gitarist, dus ja. Ja, gitarist. Dus dat is wel zeer belangrijk. Muzikaal doen we het wel allemaal samen. Maar Fountain is eigenlijk wel de enige die echt de structuur in zijn hoofd heeft. Van de rest. Maar wacht eens even. Steven, kom jij er eens eventjes bij hier. Steven is van de percussie. Toch denk ik niet onbelangrijk, tenminste, ik zie hier zijn achternaam, Brezet. Klopt. En zo heette het ook. Ja, nee, het nummer begon eigenlijk met een break. En ik speel ook veel Afrikaanse muziek. En toen vanuit die break zijn we het nummer eigenlijk gaan maken. En toen zeiden ze, ja, waarom niet Brezet eigenlijk? Maar dat is behoorlijke eigen geilerij inderdaad, om je gewoon een stukje eigen naam te geven, of niet? Ik zei, het hoeft niet, maar ja. Hey. Maar dan had je dus eigenlijk, hadden we het gewoon Schutrups moeten noemen. Kan ook, ja, maar ja, Brezet. Ah nee, dat is flauw. Zo heet namelijk Steven. Nou, ik vind Brezet, hoe kom je erbij? Want dat is een soort artiestennaam. Ja, ook, maar ook mijn moeder, weet je, die eer betoon ook. Weet je, ah, ja. Okay. Even, want er komt een cd aan, hè. Wat kunnen we verwachten? Hoe heet de cd bijvoorbeeld? Nou, de cd, A Lady heet die. En eigenlijk voor mij als percussionist is het gewoon heel veel grooves. En dan eigenlijk vul ik de drummer aan, zeg maar, waardoor het echt gaat swingen. En dat je net dit extra, zeg maar, geeft. Mm. Waardoor mensen ook gaan dansen, bijvoorbeeld. Yeah. Want vaak zie je alleen drums, maar als je dan toch percussie erbij hebt en wat kleuren, dan ben je eerder geneigd om echt te gaan dansen. En dat probeer ik te doen. Maar ik vraag me af, want ja, jullie kunnen de wereld plat spelen, maar misschien ook Nederland. Wat zijn de doelen, Abe? Wat willen jullie graag bereiken? Nou, we willen wel graag naar Europa in. Ja. En, we zijn ik bedoel, sta je liever op Lowlands of sta je liever in een uitverkocht concertgebouw? Zo. Nou, we stonden trouwens laatst in het concertgebouw, hè? Ja. Maar mochten mensen dan wel staan, dan neem ik aan of niet? Ja, deze wel. En er werd zo ook gedanst. Ja, oké. Okay. Maar in Lowlands... Wat zeg je? Je wilt alle twee eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ja, dat is duidelijk. Zo dadelijk nog meer koffie. Maar eerst, het is de tijd voor... Fluithappen. Nog twee mogelijkheden voor de finale. Het Oud-Hollands fluithappen. Ik leg het nog even uit. Er is hier een rij met instrumenten. Die hangen aan een touwtje. En best hoog op het moment. Maar we kunnen het laten zakken. En de vraag is, wie kan zo snel mogelijk achter elkaar alle instrumenten, de voornamelijk fluiten, bespelen met de mond? Inmiddels zijn de koffietjes aardig weggetikt. Wel lekker, hè? Ja. Wat voor liqueurtje zat erin? Ik denk Kahlua. Kahlua? Ik heb er geen verstand van, maar het klinkt zeer professioneel. Ik zoek een vrijwilliger voor het fluithappen. En zo niet, dan trek ik er graag iemand uit. Ik zie geen vrijwilliger, dan pak ik traditiegetrouw een dame uit het publiek. Hallo, en wie ben jij? Jana. Hallo Jana, pak mijn hand en kom met me mee. Jana, ik vind het sowieso ontzettend te gek dat je hier bent. Ja, mag ik een applaus voor Jana? Want je komt hier dan wel speciaal voor Virus. Dat je hier speciaal voor Virus... Ja, inderdaad. Speciaal vanuit Antwerpen naar hier. Hoppa, kijk, om maar even aan te geven, dat is wat Virus bereikt. Bespeel je een instrument, Jana? Ik speel drum. Oké, nou dan heb je dan, de tamboerijn hebben we. Ja. Je weet hoe het werkt, of niet? Nee. Oké, ik zal het uitleggen. Je moet je handen op je rug doen. Want je moet de instrumenten allemaal laten klinken zonder dat je ze aanraakt. En dan zo snel mogelijk, achter elkaar, krijg je een minuut de tijd. En ik zal eventjes kijken naar het scorebord. Nou, je ziet daar, Jesse die staat echt zwaar, zwaar op nummer 1. Een gedeelde eerste plaats eigenlijk met Megan, 6. Ik laat je hier staan. Je moet achter de rij, zodat iedereen ook kan zien dat het eerlijk gaat. En als ik Virus presenteer, dan wil ik wel dat het publiek ook een beetje meedoet. Dat betekent dat op het moment dat er ook maar één klein geluidje uit de fluit of de tamboerijn is gekomen, dan wil ik eventjes dat jullie juichen. Dat is ook voor Jana dan een teken van oké, ik kan door naar de volgende. Ja, oké. En ik mag mijn handen niet gebruiken. Je mag je handen niet gebruiken. Ja? Oké. Ja. Oké. Je bent Belg, dus je begint rechts, wat jij wil. Ja. Nee, dat is... Oké, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er volledig klaar voor. Daar gaan we. Zijn we er ook klaar voor hier in de foyer? Ja!
Oké, that's the spirit. Daar gaan we. 3, 2, 1. Ho. Ja, het valt er niet mee om zijn fluit in je mond te krijgen hoor. Dat bungelt en dat gaat. Ja, heel goed. Ja, daar komt een lastige. Dat is namelijk een fluit zonder tuutje. Ja, heel goed. Ja. En stop de tijd. Dat heb je sowieso goed gedaan, Jana. Je hebt ze allemaal geraakt. En ik moet je zeggen, jij hebt 28 nog over. Ja. De vierde plaats wordt gezegd. Nou ja, ergens. Ja. Nou ja. Ja, goeie score. Dan kan je. Je bent sowieso, Jana, de allerbeste Belg. Ja, dat is waar. Ja, dankjewel. Zo is het ook. En jij krijgt een CIP-pas. En dat betekent dat je gewoon extra korting krijgt op allerlei leuke culturele dingen. Ah, tof. En je krijgt nogmaals een applaus voor het publiek. Jana! Ongelooflijk, ineens komt Douwe Bob hier binnen, zeg. While we're talking on the phone, I can smell your sweet cologne. I'm getting in my car and I'm coming home. And how's it there and how you been? And does our neighbor still play the violin? Did your sister find what she was looking for? Christ within. When I get home, I hope I'll find the fire is still on, and I'll fall into your arms like a stone into. And it seems to me as if these stripes I follow on the road were simply put there just to lead me back to you. And I'm driving in my car, cause dreaming just won't do. Something to the table, something different than before. Cause I know I've grown able to love you more.
Uitleggen. Ik wist hier dus helemaal niks van. Het is toch niet normaal. Douwe Bob, het is mijn grote held, singer-songwriter, Stone Into The River, in een werkelijk waar legendarische uitvoering. Douwe, jongen. Hé, hey, jongen. Jongen, jongen. Jij wist het ook niet, hè? Ik wist helemaal niks. Ja, jij wist het wel, toch? Heb je, wat, ja, ik, nee. Ik ben het opgehaald, ik ben gekidnapt op straat. Jezus. En nou ja, dit Ardesco, ja, fantastisch dit, ja. Ook. Echt, nog een applaus, Schouder. Jongen. En ik moet eventjes kijken hier, want dat arrangement is natuurlijk door iemand gemaakt. Eens even kijken, Marijn van Brooijen, ontzettend bedankt, want dat is echt waanzinnig. Inderdaad, Marijn, echt. Ik heb al heel wat dingen meegemaakt in Virus. Dit is de laatste echte normale voor mij. En je weet nog net eventjes op de valreep het hoogtepunt te pikken, Douwe. God. Nou, dit is voor mij ook een van de hoogtepunten, muzikaal. Want wij zaten net, toen zag ik jullie repeteren. Het was volgens mij ook echt de eerste keer dat jullie het deden. Ja. En wij gingen zitten met z'n drieën. En echt, ik keek, jullie begonnen en ik keek naast me. En die vriend, ik heb een vriend bij me en die zat gewoon te janken. Ja, ik zat het weg te slikken, want ik dacht, dat ken ik inmiddels. Die beelden die gaan de hele wereld over, daar heb ik echt geen zin meer in. Jij ook, Sanne. Ja, ja, klootzakken. Dankjewel, Douwe, Bob. Jongen. Ja, dan ben ik behoorlijk van mijn apropotje, moet ik zeggen. Want eens even kijken. Ja, ik denk dat het hoog tijd is voor koffie. Heel veel koffie. Hey lady? Yeah. Ja, de titeltrack van het album. Koffie. We'll be right back.
Lekker, lekker, lekker. Virus, het programma vol verrassingen. Dat is wel weer duidelijk. Het album van Ardesco moet nog uitkomen. Maar het album van Koffie is dat dus al. Hey lady. En ik heb hem hier voor me op vinyl. Dat is top. En dan gewoon hippe de pip krijg je ook gewoon een download. De link erbij. We geven hem weg op de site. Radio4.nl/virus. Ik wil toch nog eventjes naar de titelverklaring gaan. Niet dat ik je wil dis hoor, Steven. Maar hoezo heet dit album Hey Lady? Nou, Hey Lady eigenlijk om... we hebben in Berlijn opgenomen. En... ja, voor ons beschreef die titel gewoon best het album. We hadden, ja, zeg maar, in elke band heb je gewoon dat je leuke momenten met elkaar beleeft. Oké, jij gaat het zelf niet vertellen blijkbaar. Oké, Abe, hoezo? Dat was een momentje. Ik weet namelijk eigenlijk het antwoord, maar ik hoor het graag van jullie, want jullie waren erbij. Ja, we waren even buiten op straat bezig en toen was er een soort van prachtige monoloog aan de gang van Steven. En toen sprak hij daarin ook een dame aan met de hoffelijke woorden, hey lady, met een mooi Rotterdams accent. Ja, even, ik ben toch benieuwd. En wat was de reactie hier, Steven? Geen reactie. Geen reactie, gewoon doorlopen. Ja, ik hoopte op een reactie, man. Ja. Oké, we gaan het nu... Ja? Lady is ook een nummer van Fela Kuti, hè? Dus het is... Een super vet nummer over. Precies, oké. Okay, dus daar is het ook nog eventjes een kwinkslag van. Nee, dat is goed dat je dat uitlegt. Koffie dus. En ik ga het je vragen, Steven, om het dat nu te doen. Want ik roep de dames er weer eventjes bij. De virus vuurdoop. Madeleine de leerling en Sabine de docent. Nou, probeer het maar even. Moet je aankondigen? Nee, ja, zeg het maar. Hey, lady. Ja. Nou, ze komen wel in ieder geval. Dus dat is het goede nieuws. Ze zitten al helemaal klaar voor. En of ze er klaar voor is, ja, dat ga ik nu checken. Madeleine. Ja, ik ben er wel klaar voor. Echt waar? Ja, ja. We hebben natuurlijk al wel halverwege even een kleine tussensoundcheck gehad. En toen klonk het al wel veelbelovend. Maar je moet nu echt gaan soleren, hè? Ja, niet nog meer druk op leggen. Nou ja, dat ga ik wel doen. Maar dat zeg ik ook voor het publiek. Er komt zo dadelijk een moment. Het zal u niet ontgaan. En dat is het moment dat Madeleine eventjes het eigen stukje in de Clash van Strauss heeft. En ik verwacht, als het dan lekker gaat, dat jullie dat ook eventjes laten horen. Ben je er klaar voor? Ja. Ja. Oké, okay, daar gaan we. Zoals altijd, met z'n allemaal. En ik moet zeggen, dat is vandaag echt een heel behoorlijk gezelschap. Anders Schöne Blauwe Donau. Strauss. Is het de allerlaatste virus. Heel veel muziek dan en alle presentatoren zullen hier zijn. En dan wordt het echt een hele vette afterparty. Dus ik zou zeggen, zorg dat je erbij bent. Volgende week dus de allerlaatste virus. Zullen we nog een bakje doen, jongens? Oké, okay. Koffie.